De Vlaamse regering en het agentschap Ondernemen willen jongeren stimuleren om te gaan ondernemen rond wetenschappen en techniek. Dit project werd rond de nieuwe vorm van proefondervindelijk leren voor STEM-vakken. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het systeem van proefondervindelijk leren met behulp van Lego Mindstorms wordt al jaren in de VS gebruikt. Het brugproject Mechatronica bouwen in een avatar is een project voor 12-jarigen, eigenlijk voor de eerste graad secundair onderwijs. Wat gaan wij doen? Wij gaan eigenlijk kleine robotjes, Lego Mindstorms, gaan integreren in de lestechniek, waar de leerlingen op een creatieve manier kunnen mee experimenteren. Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag een aantal herhalingsopdrachten doen met de robot. Nu, voordat we starten, gaan we nog een keer een korte herhaling doen wat dat de robot eigenlijk allemaal kan en misschien ook mag doen. Hè? Weet er iemand waar dat de kleine motor voor dient? Wat doet die kleine motor als we hem nodig hebben? Voor dat hier. Ja, voor onze grijparm één naar boven en naar beneden te doen. Nu, naast dat hier heeft onze robot ook een aantal sensoren. En de druksensor? Zeer goed, de druksensor. Hij staat hier vooraan. Druksensor, tastsensor, botsensor, dat zijn allemaal gelijkaardige namen. Lina, kun je uitleggen wat we daar precies mee kunnen doen? Je kan daarop drukken en dan moet hij iets doen wat je hebt gezegd. Ja. Geef ik je een opdracht wat dat de robot zou kunnen doen als je daarop drukt. Stoppen. Stoppen, wat kan hij nog doen? Draaien. Achteruit geven. Dus wat is nu eigenlijk de bedoeling? Jullie gaan straks naar jullie bank. Jullie krijgen van mij een opdrachtkaart. De bedoeling is om die opdracht zo goed mogelijk af te werken. Als de opdracht voltooid is, dan krijgen jullie een punt. Jullie zijn in groepjes verdeeld. Dat is groep 1, 2, 3 en groep 4 en groep 5. Als je klaar bent, dan verwittig mee. Je toont een keer je oplossing. En als het correct is, krijg je dan een volgende opdrachtkaart. Is dat duidelijk? Fantastisch, dan mogen jullie naar jullie plaats. Het was voor ons een uitdaging. Ja. Een compleet nieuw project. Ja. En we wilden die uitdaging aangaan. Maar laten we stoppen. Wacht nog niet. En als je dan te horen krijgt dat je met zo'n materiaal, gratis en voor niks, ergens aan het werken in de les, ja, dan kun je dat niet naast kijken. Dan moet je dat meenemen natuurlijk. Het experimenteren was wel leuk, om zelf een parcours uit te vinden en zelf ook alles te veranderen wat je wil. Ja, voilà. Ah ja, we kunnen daar zo een bocht laten maken. In het begin was dat zo wel. Gewoon proberen en zien wat dat deed. En ja, als het dan beter begon te lukken, dat was dat wel tof. Nee, maar dat gaat niet stoppen. Doe 4 seconden graden. Of 2. Snelheid. Doe maar 1 seconde op 50 jaar. Vroeger was het alleen maar rechtdoor rijden en achteruit. Nu kan je al draaien en muziekjes afspelen en zo'n dingen. Het spreekt de leerlingen wel aan dat ze er uiteindelijk iets moeten mee bewijzen, hè? Ze willen zichzelf ook een beetje bewijzen van wat kennen wij al en hoe ver kunnen wij gaan. En wat gaat er ons daar te wachten en staan? En ook zo de concurrentie en wat doen de andere groepen en wat kunnen zij al. Ja. En ze leren van elkaar, ze leren ook van ons, wij leren ook van hen. En dat maakt het zo boeiend uiteindelijk. Hè? De negatieve ervaringen zijn dat er soms, doet die robot niet wat je eigenlijk wil dat die doet. Het slot-event is een terugkomdag voor alle deelnemende scholen. Het is eigenlijk de bedoeling dat er 4 meisjes en 4 jongens van iedere school langskomen en eigenlijk tonen aan ons wat ze in het lessenpakket hebben geleerd. En dit in een leuke namiddag waar ze verschillende opdrachtjes gaan uitvoeren. Verwachten van de wedstrijd dat het leuk zal zijn. Het is eigenlijk ook vooral om te experimenteren nog meer wat dat eigenlijk de mogelijkheden zijn. Op die manier.
manier zien ze ook dat techniek niet enkel maar een zaag gebruiken is of met een hamer ergens op kloppen of het een of het ander. Dus met gereedschappen werken, maar dat het ook meer dan dat inhoudt. Dat ook dergelijke soort zaken, een programma maken, een toestel in werking zetten, een toestel besturen, dat ook techniek is, maar van een andere soort dan wat ze eigenlijk misschien in gedachten hadden. Wel dat er verschil is tussen jongens en meisjes. Ze kunnen het even goed, jongens en meisjes, maar voor de meisjes is er toch nog een kleine grens die ze moeten overschrijden. Ze durven zich moeilijker naar voorbereiding en manifesteren misschien. In de roos. Zowel de begeleidende cursus vind ik bondig en goed. En het werken daarmee spreekt dan echt aan. Dus ik zou het eigenlijk elk jaar willen doen.